Ik heb gewoon het idee dat er gewoon in de vrachtwagens gebeurt. Ja, met van die tankwagens. Ik denk niet dat u dat bedoelt. Ik denk door auto's en door schepen en dat soort dingen. Treinen en vrachtauto's. Klik heb ik geen idee, nee. Tankwagens, hè? En ook gesloten vrachtwagens, geloof ik. Ik denk met vrachtvervoer. In deze regio niet echt. Ik zie wel treinverkeer of de snelwegen, maar hier direct niet echt. Nee. Ja, ik denk toch wel afgesloten in tankwagens of zo, denk ik dat wel. Of in containers. Ik heb geen idee. Vrachtwagen, denk ik. Ik heb no idea. Dat per spoor gebeurt en over de weg met vrachtauto's. Ik verwacht veel met de vrachtwagen. Onder andere tankwagens, schepen. Dat denk ik eigenlijk. Schepen en tankwagens en treinen. Je kan natuurlijk denken dat het niet goed dat het gaat lekken bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een grote ramp. Dat er een ongeval gebeurt, waardoor, kijk, als een vrachtwagen kantelt, er komt natuurlijk een schade aan een auto of aan een schip of zo. Ja, dan loopt het natuurlijk ook uit. Ja, lekkage denk ik. Brandgevaar. Lekkages, brand, een botsing met een ander schip, vrachtwagen die kantelt en chemische stoffen die lekken, dat soort dingen. Misschien onderweg is een aanrijding of misschien een explosie. Ja, dat heb ik wel. Ja. Er kan een ontploffing ontstaan natuurlijk. En op allerlei manieren, zowel met de treinen. Dat hebben we natuurlijk hier bijna meegemaakt. Ramen dicht, journaal luisteren. Ja, als het goed is moet ik mijn ramen sluiten, deuren dicht, de radio aan. Toch? Ik denk als het voor de deur gebeurt. Ja, ik weet niet, als het een explosie is, tot je raam of zo ontploft. Ja, ik denk dat je toch moet kijken of er is bij je thuis brand uitbreekt. Ja, dan denk ik wel dat je de deur uitgaat. Ja, en gebeurt dat niet. Ja, dan denk ik de deuren op slot houden en dan denk ik 112 bellen. Ramen, deuren sluiten. En radio aanzetten, binnen blijven. Ik denk alle ramen en deuren sluiten. En wat je vaak hoort is radio of tv aanzetten en opvolgen wat er wordt gezegd. Ik dacht dat je alle ramen en deuren dicht moest doen. Deuren dicht en radio en televisie aan. Radio 1? Nee, dat is geen regionale zender natuurlijk. Ik denk Rijnmond dan, ja. Dat weet ik niet. De regionale rampenzender, dat weet ik niet. Geen idee, eerlijk gezegd. Nee, helemaal niet. Nee. Ik denk de trom op de radio. Maar dat weet ik niet. Of misschien de alarm. Nee. Oh, wat erg, nee. Nee, weet ik echt niet. Nee. Ja, ik denk dat het wel wat meer mag, maar ik denk dat de mensen zelf ook wel wat meer belangstelling mogen tonen. Ik denk dat heel veel mensen niet weten wat de bedoeling is of wat ze kunnen verwachten, niks. Voor een gewone burger die worden weinig geïnformeerd, vind ik hoor. Ik ga ervan uit dat ze dit goed geregeld hebben en eigenlijk
Geen idee. Ja, ik zou het wel wat meer willen weten, maar het moet me geen moeite kosten. Als het gewoon naar me toe komt, ik krijg een volletje of het komt door reclame op een spotje, dan vind ik het wel goed. Maar ik ben niet zo iemand die echt, als u zegt van ja, kijk naar die website, ga daar naartoe, dan moet ik er weer naartoe. Dan moet ik weer wat moeite doen. Ik denk dat het voor heel veel mensen geldt, dat het gewoon lekker makkelijk naartoe moet komen. Ja, ik geloof wel dat het iets meer mag. Je weet natuurlijk niet wat alles gebeurt. Dus ze zeggen ook wel eens, ja, wat niet weet, wat niet deert. Maar ik denk pas als je in zo'n situatie terechtkomt, dat je pas gaat beseffen wat er is gebeurd en wat er dan ook met je gebeurt. Maar ik denk voor die tijd, ik denk toch dat heel veel mensen daar wel misschien iets te makkelijk over denken. Als ik mezelf nagaat ook, je neemt aan tot er maatregelen zijn genomen. Maar ik denk dat je pas kan oordelen als je er zelf voor komt te staan als er zoiets gebeurt. Nou ja, op zich is het natuurlijk wel een boeiend ding. Alleen ik denk als je gewoon, dat het via de algemene dingen zoals een sirene en zo, dat het op zich genoeg gecommuniceerd wordt als je weet wat je moet doen. En dan denk ik dat er voor gevaarlijke stoffen, maar ook voor brand en iets anders geldt. Dus op zich, in het algemeen gezien, denk ik, ja,